Het hart van Milaan werd gisteren omgedoopt tot Piazza du Molin. De eerste Nederlander die de Giro di Italia wint. En ja, de basis is gelegd hier in Overijssel. Het begon ooit in een woonkamer in Wierden. Inmiddels is het een prachtig kantoorpand hier in Deventer. En hier is dus de kern van de ploeg. En zo'n historische prestatie, ja, dat vraagt natuurlijk om een tractatie. Waar is de baas? Daar is de baas. Wat zijn baas willen noemen? Marloes. Kijk eens, roze koeken. Roze koeken. Ja, de tompoesen waren uitverkocht. Oké, dat is jammer. Maar roze koeken... Roze koeken zijn wel van toepassing, hè, vandaag? Zeker. Gefeliciteerd. Wat is er allemaal op jullie afgekomen? Nou, vooral gisteren een heleboel. En vanochtend moet ik zeggen ook wel. Maar ja, goed. We hebben het allemaal gisteren gezien op televisie, hè. Dat was fantastisch. Is dat ook voor de televisie? Ook wel in spanning. Ik moet zeggen dat ik... In het begin nog niet zo heel veel kriebels had, maar toen de eerste tijden binnenkwamen, toen het erop ging lijken dat het misschien wel haalbaar zou zijn, toen werd ik wel een beetje nerveus. Want die 3 weken zijn een achtbaan geweest, denk ik, voor jullie. Ja, ja, inderdaad. Dat ging eigenlijk in het begin boven verwachting goed. Nou ja, dan hebben we een aantal etappes waar hij echt moet knokken en waar hij nog wat aan vrij op loopt. Dus ja, dat maakt het wel heel spannend. Ja, en gisteren doet hij eigenlijk precies waar hij het allerbeste in is. En is eigenlijk boven verwachting goed. Dus heel bijzonder. Maar hij moest het toch wel even doen. Hè? De druk van de hele natie en ook van de hele ploeg op zich natuurlijk. Ja, nou, ik weet ook niet in hoeverre die druk zal hij ook gevoeld hebben. Maar het is wel iemand die heel gefocust kan blijven. En zeker naar zijn tijd ertoe, dat is natuurlijk zijn specialiteit. Ik denk dat hij gewoon heel goed zijn focus heeft weten te houden. En als ploeg zijn we daar ook druk mee geweest om te zorgen dat we zoveel mogelijk de rust konden bewaren. En dat iedereen zich op zijn eigen taak focust. En dat is gisteren toch heel goed gelukt blijkbaar. Maar hoe is het voor jullie geweest? Want ik zei het al, jullie begonnen ooit in de woonkamer in Wierden met Iwan, ja. Jouw man. En ja, dan nu dit. Je bent in één keer het epicentrum van de wielerwereld. Ja, nou, het is wel ongelooflijk dat het kan. Hè. Ik bedoel, toen we begonnen met de ploeg, toen was het vooral de focus op dat we etappes wilden winnen en dat we ons wilden laten zien. En nu strijd je mee voor winst in een van de grootste wielerevenementen van het hele jaar. Dus dat is, ja, daar had ik toen niet kunnen bedenken dat mogelijk zou zijn. Voelt dat ook zo dat je nu echt meetelt? Want Kittel was leuk, zegt dan de wielerwereld. 4 etappes in de Tour. Maar echt zo'n grote ronde winnen? Ja, nou, ja, ik weet niet of we dan nu echt meetellen, daarvoor niet. Maar zo voelt het voor mij niet per se. Maar dit is wel een bevestiging ook dat we met wielrennen op de goede weg bezig zijn. Want op het moment dat je hier op deze manier met zo'n renner in onze ploeg schoon kan winnen, dat betekent dus dat het wielrennen ook gewoon een hele goede kant op gaat. En dat is wel iets wat voor ons heel belangrijk was, ook toen we met deze ploeg begonnen. Dat dat dan echt een heel belangrijk ding was, het antidoping, het schoonrijden. En daar hebben we gisteren een hele mooie bevestiging van gezien, dat het dus echt kan. Ja, schoon kan winnen. Ben je niet bang dat er nu ook weer media en andere ploegen gaan zeggen van ja, is dat wel schoon? Ja, nou ja, misschien is een beetje gezonde vragen stellen is misschien wel heel goed. Daar zijn we niet bang voor, dus als mensen kritisch willen zijn, dan mag dat. Wij zijn ook heel kritisch op onszelf. Dat is ook een van de redenen dat we met heel veel vertrouwen ook dit soort prestaties zien. Dus ja, kritische vragen mogen gesteld worden, dat is prima. Had je niet bij willen zijn gisteren in Milaan? Je moet je vieren, dit is zo'n historische overwinning, de eerste Nederlander. Ja. En hier merk ik eigenlijk nog helemaal niets van een Giro-stemming. Ja, nou, het is een beetje, misschien is een beetje dubbel. Kijk, we hebben daar natuurlijk een ploeg die daar gewoon 3 weken heel lang gewerkt heeft. Dat zijn de mensen die daar het feestje vieren. Er zijn gisteren van het weekend nog wel een aantal mensen vanaf hier daarheen gevlogen, omdat er gewoon nog heel veel extra op ons af ging komen. Dat hadden we wel een beetje voorzien. Maar ook hier zijn mensen druk aan het werk en gebeurt er van alles. En daarom vond ik het wel prima om gewoon hier te zijn en met een andere groep collega's samen te kijken. En ook een beetje het teamgevoel hier voor ons deel van de overwinning mee te kunnen vieren. En wat hier nu gebeurt, dit is een beetje business as usual. Want we hebben van de week gewoon meer koersen. We zijn niet klaar met het Giro-seizoen, niet beëindigd. Dus ja, de voorbereidingen voor de volgende koers zijn weer in volle gang. Dus dat gaat hier gewoon door. Over tot de orde van de dag? Een beetje wel, ja. Ja. Dus wat dat betreft is het tot nu toe een best wel een normale maandag. Behalve dan dit soort dingen. Maar best een normale maandag geweest tot nu toe. Ja. Zit er nog meer in het vat dit seizoen? Want de Tour komt er nog aan. Dumoulin gaat er niet rijden, maar ja, Barguil nog. Wat is dan mogelijk? En we hopen dat Wilco binnenkort weer up and running is. We rijden natuurlijk met Marco Matthews voor etappes. Dus nee, ja, we hebben nog heel veel doelen dit jaar te behalen. Dit was een heel belangrijk groot doel.
Maar voor de andere renners en ook voor Tom zelf is het seizoen hiermee niet klaar en geslaagd en dus over. Maar ja, de grote rondes gaan we zeker nog met andere doelstellingen weliswaar dan deze, gaan we daar naartoe. Hoe zit je nou vanavond op de bank met Iwan, met een glaasje Italiaanse wijn? En nou, dan... dat zou ik wel een heel goed plan vinden, ja. Ja. Dan ga je het toch even allemaal herbeleven? Dat denk ik wel. Ik heb hem gisteren heel kort even een telefoon gehad. Het zei, nou, we praten later wel even verder. Maar ja, goed, hij heeft natuurlijk ook wel van alles meegemaakt daar. En ik zie er eigenlijk wel naar uit om Iwan ook gewoon weer te zien in het echt, zeg maar. Dat we toch even met z'n tweeën even kunnen vieren. Dus ja, dat lijkt me wel een heel goed idee, een Italiaans wijntje op de bank vanavond. Geniet ervan. Dankjewel.